heel wat anders. Ik ben zelf nogal een beetje van de luxe omstandigheden altijd. Fijne hotels en dat soort dingen. En nu zit ik ineens op een kamp met tenten en alles erop en eraan. Slaap je ook in een tent of heb je wel een kamer? Nee, ik heb wel kunnen regelen dat ik wel op een kamer zit gelukkig. Want in een tent, dat is niet mijn stijl. Nee, sorry. Musical camp? Heel wat anders denk ik even. Wat heb je gedaan vandaag tot nu toe? Ja, het is heel. Ik ben niet degene die workshops geeft in zang, spel, dans. Maar ik mag lekker met ze kletsen. Dus ze mogen mij allemaal vragen stellen als ze iets willen weten over theater, film, serie. Het maakt niet uit, dan mogen ze me die stellen. En dat vind ik hartstikke leuk. En ja, ze zijn allemaal heel lief. En de kleintjes stellen weer andere vragen dan dat de jongeren doen. En de volwassenen stellen weer andere vragen. Dat is voor mij ook heel leuk. En ook om dingen over hun te horen heel leuk. Ja. Ja, je mag ze dansles geven als ik het goed begrepen heb. Ik zag je net even bezig. Hoe is dat? Nou, het is een ontzettend grote groep. Het zijn natuurlijk, je hebt meer kinderen, je hebt meer jongeren en je hebt ook de volwassenen. Ik geef vooral les aan de jongeren en aan de volwassenen. En ik heb vanochtend al, eigenlijk gisteren, mijn eerste dansles gegeven. Dat was hartstikke tof. Ik doe een stuk uit Night Fever, choreografie van Sarah Miles. En dat heb ik vandaag weer gedaan. Ik heb een stuk staging gedaan, dat is de choreografie van Stanley Burleson, wel bekend. En ja, zo ben ik gewoon lekker bezig. Ja. En ook nog een beetje Elisabeth hoor ik in de wandelgang. Ja, precies. We hebben het nummer Melk. Dat wilden ze graag doen. Ik zei van, nou, ik heb net meegedaan aan Elisabeth in concert. Misschien kan ik die choreografie dan aanleren aan, in dit geval, de dames. En dat heb ik dus geprobeerd, ja. De kleintjes zijn te schattig. Die stellen gewoon vragen als hoe heten je katten en wat is je lievelingskleur. En dat is heel lief. En nou, de wat ouderen die stellen wel echt goede vragen ook. Als heb je dit gedaan en hoe kijk je daar tegenaan? En dat is wel heel erg leuk om daar met hun over te hebben ook. Want ik vind het ook wel heel interessant hoe hun over bepaalde dingen denken. Dus ja, heel leuk. Heel leuk om hier te zijn. Ja. Ze gaan ervoor en ze stralen ook helemaal, hè? Ja, ze zijn, maar dat is natuurlijk altijd tof. Er zit natuurlijk heel veel enthousiasme in. En je moet ze natuurlijk af en toe wel een beetje aanknallen. Want het wordt hier ook wel minder geslapen dan thuis, denk ik. Want ze zitten natuurlijk helemaal op kamp en lekker lol hebben met elkaar. Dus ze zochten dus soms een beetje kijken van waar zitten ze. Maar ze genieten er ontzettend van, ja. Ja, dat is heel tof. Dat vind ik ook altijd wel heel leuk om aan ze te vragen. Wat wil je nou nog graag? En wat wil je worden? Of wat wil je nog heel graag bereiken? Of wat wil je heel graag doen? En de een... Natuurlijk willen ze zijn allemaal hier omdat ze heel erg van theater houden. Dus dat is iets wat ze heel erg bindt. En dat vind ik heel tof. Maar natuurlijk hoor je ook dingen als ik wil heel graag nog een keer met dolfijnen zwemmen. Of ik wil heel graag moeder worden. Of dat vind ik ook zo tof. En iedereen heeft zo zijn eigen droom. En de een zegt ik wil naar Amerika. En de een zegt ik wil hier een musical doen. En iedereen is gewoon lekker met zichzelf bezig en wat hij wil. En hier ontmoeten ze elkaar en hier vinden ze elkaar heel erg in wat ze leuk vinden. En ik denk dat dat heel erg tof voor hun is ook. Ja. Ja, het mooie van dit soort kampen. Nou, het brengt heel erg mensen bij elkaar. Dat klinkt een beetje halfbakken of een beetje afgezaagd, maar het is wel waar, want je ontmoet weer heel veel nieuwe mensen. Ik ook weer, ik ken toch best wel mensen uit het vak, maar je ontmoet weer nieuwe gezichten. En je leert ook weer, ook als docent, ik bedoel, ik ben niet officieel een docent, maar je leert wel weer nieuwe inzichten en over jezelf leer je weer dingen. Dus ik vind het heel gaaf en wat het dus voor zo'n grote groep betekent dit. Ja. Ja. Als je nou zo terugkijkt, had je hier ook naartoe gewild? Ik vind het wel leuk, zeker. Ik vind het echt wel heel leuk. En het zijn volgens mij hartstikke leuke groepen. Hoe ik ze heb samen gezien vandaag, allemaal hartstikke lief en leuk. En volgens mij is het hier hartstikke gezellig, ja. En ja, die kinderen die je nu ziet, ja, daar gaan we er maar een aantal, die komen maar door. Hè. Wat is er voor nodig om door te breken, denk jij?
Nou ja, ik denk dat je natuurlijk gewoon goede lessen moet krijgen. En je moet natuurlijk van huis uit toch wel flink wat talent hebben en gevoel hebben voor het theater. Maar ik denk niet dat iedereen hier door wil breken. Ik denk dat er gewoon een gedeelte is wat gewoon heel erg kan genieten van theater, van dans, van zang. En dan ben je hier gewoon aan het perfecte adres. Dus dat is te gek. Dus jij geniet met ze mee? Ik geniet zeker met ze mee. Dan gaan we gewoon kijken of we er komen. Maar zij moeten echt vooral heel erg het idee krijgen van... Zet de bak. Dat denken ze toch al. En jij bent vooral heel erg... Oké, jullie vinden dat... Dan geef ik het je dubbel. Dat. Eigenlijk als tegenwicht voor wat je eigenlijk... Want je bent het helemaal niet. Maar ze denken het toch wel. Oké, prima. Krijg je het. Dat is mijn. Ja. Wie speel je? Wat is je personage? Ik ben een non in een klooster die zich eigenlijk helemaal niet op de plek voelt. En ze wil graag de wijde wereld ontdekken. Niet doen. Waarom? Ik probeer het stilspel niet met handelingen te vullen, maar echt met spel. Wat helpt ons vragen? Laat ons verjagen! Wat ons zo onderdrukt! 6, 7, 4! Ja, sorry. Jij bent... Hoe krijg je je hart? Je lijkt gewoon perfect. Ik word helemaal bedolven. Jij hebt toch bij musical.nl had je toch... Kies als je niks met musical of media of theater. Als je gewoon echt... Ja, ik noem het dan even echt een baan als in een saai. Omdat ik denk, ik heb daar nooit, nou, ik denk wel eens over na, want het is wel heel spannend werk, want wie weet of het je nog lukt en of je wel volgend jaar iets hebt en of je iets kan doen, dat vind ik wel heel erg. Maar ik word er zo blij van, dat ik heb gewoon letterlijk niks, dat ik denk, oké, daar zou ik ook heel, net zo gelukkig van worden, eigenlijk. En dan denk ik het wel breed, ik vind en spelen leuk en zingen, maar ja, ook theater en film en series. Ik vind het wel heel veel echt heel leuk. Maar ik zou het niet kunnen zeggen, ik vind het ook heel leuk om voor de klas te staan en om Engels te zetten. Ja. Snap je, dat heb ik eigenlijk nog nooit, ik zou niet zo gelukkig van worden. Ja, dus ik duim dat het nog even blijft. Ja. Ik ben nu al wel nerveus, moet ik eerlijk zeggen. Ik kijk er heel erg naar uit en zeker... Ook nu je zeg maar nog heel eventjes vrij hebt, nog even wat rustiger hebt, dan... Ik zit al helemaal met mijn hoofd on your feet. Ik ben al alle liedjes aan het luisteren en ik ben al best wel lang bezig met van alles. Maar tegelijkertijd vind je het ook super spannend, omdat je denkt, oké, het gaat gebeuren. Dus ik ben heel erg blij dat het er eindelijk is. En tegelijkertijd hoop ik alleen maar dat ik mensen blij kan maken of dat ik iets kan geven wat ze goed vinden of leuk vinden of mooi vinden. Dus ik ga gewoon heel erg mijn best doen en we gaan het zien. Het feit dat ik het überhaupt al mag spelen na best wel een lang auditieproces, daar ben ik zo blij mee. De liedjes zijn natuurlijk fantastisch. Het verhaal daarbij is prachtig. Ik vond de show geweldig in Amerika. En ik ben gewoon zo... Ik voel me vereerd dat ik Gloria mag spelen. Dus ik ga gewoon genieten van het feit dat ik daar sta en dat mag gaan doen. Ja. Jouw 4 jaar geleden had gezegd, je staat in On Your Feet. Had ik nee gezegd. Absoluut. Ook tijdens de audities hoor, dacht ik van, oh, ik kan dit eigenlijk wel en doe ik het wel goed. Dus dit is voor mij echt heel bizar. Maar hoe verder je komt met die audities, dan heb je zoiets van, ik wil het toch wel echt heel graag. Dus dat het waar is geworden, dat is heel bizar. En hoe is dat dan, die kinderen? Met wat voor vragen komen ze naar jou toe? Nou, dat is wel heel verschillend. Het zijn natuurlijk best wel ook veel wat jongere mensen bij en zo. Dus dat is best wel altijd even wennen. Want ik ben best wel gewend om les te geven, maar meestal aan iets ouderen. Dus dat is voor mij ook wel een beetje schakelen af en toe. Maar in principe is het gewoon, komt op hetzelfde neer. Je moet gewoon uitleggen waar het over gaat. En ze moeten daarmee aan de slag. En ik hou altijd van lekker veel energie en dat het kracht heeft. Dus niet een beetje zo half bakker, maar gewoon lekker met veel energie. En dat is volgens mij mijn manier van werken altijd. Zo jong en dan al zoveel gedaan hebben, hoe is dat? Ja, het is voor mij begonnen uit... Ik vond het gewoon altijd fantastisch om te zingen, te spelen en te dansen. En ja, ik heb het gewoon altijd heel graag gedaan. En op een gegeven moment denk je, goh, ik hoop dat ik dit toch wel mijn leven lang mag doen. Omdat ik het zo leuk vind. En het feit dat ik het nu mag doen en dat ik ervaring heb op mogen doen. En dat het me in die zin... Ik voel me heel blij met het feit dat ik dit mee mag maken. En ik hoop gewoon alleen maar dat ik nog meer dingen mag doen en mezelf mag ontwikkelen. Dus het is iets heel geks, maar ik word hier heel gelukkig van. Ja. Hoe lang blijf je hier nog? Ik blijf hier gewoon de hele rit. Dus dat is tot het einde. En dat is volgens mij dus vrijdagochtend wordt het afgesloten hier. Dus ik heb nog even een paar dagen voor de boeg. Ik hoop dat ik het red. Ja.